Goedenavond, dames en heren. Jeroen van Inkel verlaat nu eventjes zijn stuk om plaats te maken voor het volgende onderdeel in ons radioprogramma. Fijn en klein, dat is namelijk onze Metro Unico. Die heeft namelijk weer een popster uitgeselecteerd. En heeft het verhaaltje weer uit de pop-encyclopedie ook, pardon. En heeft zijn eigen kennis misbruikt om daar van alles mee te doen. Gelukkig hebben wij een koor... Oh, pardon, neem niet kwalijk. Even meneer Van Inkel luisteren. Ik heb een beetje beenruimte, even de benen te wekken. Oh, ik ben zo bezig geweest. Ik ben een beetje gek, ik ga even lopen gewoon. Ik vind het prima. Je hebt hier niet veel ruimte om te lopen. Vooral als je je koptelefoon ophoudt, draadje is 3 meter. Au. Dan kun je dus ongeveer hier naartoe lopen. Mm-hmm. Dag, goedenavond. Dat is een afstand van ongeveer 2 meter. Ik hou het even bij voor de luisteraar. En nu loop ik weer langzaam maar zeker naar mijn eigen microfoon. Dag, hij loopt microfoon. Langzaam maar zeer onzeker terug naar de microfoon. Oh, dit was geweldig. Moet jullie ook een keer doen? Ja, dat is het een beetje ontspannend geweest? Oh, het is zo'n fijne therapie. Oh, kerel, prima. Dr. Freud zou er wel raad mee weten. Dat weet ik zeker wel, denk ik wel, Jan. Oh. Dat is toevallig. Volgens mij krijgen we u later nog voor een slaapadvies, meneer Freud. Dat klopt, samen met mijn collega. Met uw collega? Ja, dokter Wim. Dokter Wim, heeft hij ook een achternaam? Ja, hij stelt zich later in het programma. Hij stelt zich later voor. Oké. Okay. Is Unico er ook nog? Die is er ook. Goedenavond. Ja, dat lijken jullie veel op elkaar. Even wachten, Unico. Oefen je tekst nog even. Okay. Vind goed. Okay. Hey, even over Candy Dulfer. De Candy Dulfer. Ze heeft mooi een kans gewist om in de top 40 te staan, hè? Met dat countdown toestandje. Maar Solo moest eruit. Nou, ik weet niet waarom, er zal ze ongetwijfeld goede reden voor gehad hebben, maar nou, dan staat ze niet in de top 40. Denk jij dat Candy Dulfer het erg vindt dat ze niet in de top 40 staat? Iedereen vindt het erg. Om niet in de top 40 te staan. Niet in de top 40 staan, want dat betekent namelijk verkoopcijfers. Of je nou wel of leuk vindt niet, of wel. Dus... Ja, maar je verdient er geen geld aan. Kijk, dat is het probleem, want Countdown gaat natuurlijk naar het goede doel. Oh, ja, dat is wel. Zo zijn wij namelijk bij Veronica. Ja, dus je verdient er totaal 0,0 peko's aan. En wat dingen ook, hoe heet die man nou? Alarmschijf van volgende week, René Vroeger. Ja. Weet je, het liedje is geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ja. Het gaat dus naar het goede doel. Ja, ja. Echt naar het goede doel. En dan hebben ze eindelijk na 5 jaar weer een hit. Henk hebben weer eens een hit na een tijdje. En wat denk je dat er gebeurt? Moet ik het geld weer afstaan? Dat is echt heel erg lullig. Dankjewel, Henk Westbroek. Nou, we hebben geen medelijden met Candy Dulfer. Prominente vanavond. Ze heeft met Dave Stewart soundtrack opgenomen, hoorde ik vanmiddag in het Popjournaal. En ze is nu naar Minneapolis. Wie? Candy Dulfer? Ja. Met Dave Stewart? Nee, alleen. Oh, kom waarschijnlijk met haar moeder of zo. En daar woont Prince. Prince. Juist. Wow. En wij weten wat je moet doen om met Prince te mogen spelen. Een levensverzekering afsluiten. Een zogenaamde Minneapolis. Dit antwoord was heel leuk, helaas niet goed. Er is namelijk echt iets wat je moet kunnen. En wat je met Prince ook moet doen voordat je met hem mag spelen. Met hem spelen. Ik weet het niet. Wat zijn we allemaal aan het doen, jongens? Is dit aerobic à la Jane Fonda? Of is dit gewoon nog zinnig? Ritmisch hijgen. Ritmisch hijgen. Dat is een gat in de markt, vergeet me de uitdrukking. Want ritmisch hijgen is nog niet op 06 verkrijgbaar, volgens mij. De standen zijn van ik al ritmisch hijgen 06-lijn. Het is absoluut een zin om je helemaal in te... Over 06-lijnen gesproken, 06-zwijnen. Ralf Inbar, die heeft het verloren, hè? Ja. Hij heeft het verloren. Ja. Want hij heeft de Rijk de Gooier enigszins misleid in Banana Split. Dankjewel voor deze mededeling. Bij de volgende toon is het 20 uur, 51 minuten en 45 seconden. Twee Nederlandse films vielen in de prijs in Berlijn tijdens het Gouden Beer Festival. Oh. Het was het 39e internationale filmfestival van Berlijn. In de categorie kinderfilms heeft gewonnen Mijn Vader Woont in Rio. Oh, dacht al. En in diezelfde categorie Pas de Deux. Dat is een animatiefilm van Monique Renault en Gerrit van Dijk. Bovendien deed Peter Volkswagen ook mee. De term Gouden Beer is erg opvallend. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar... Gouden Beren. Gouden Kruiwagen, Gouden Krultang, Gouden Mestschep, Zilveren Cross Your Heart BH. Waar gaat het heen? Met deze maatschappij. Met de awards. Ik weet wel wat. Okay, hartelijk gefeliciteerd. Ik heb trouwens nog meer awards. Awards. De Grammy Awards. Tracy Chapman heeft er een gekregen. Verder wel terecht, hè, geloof ik. Bobby McFerrin. Daar heb je hem. Boo baby, I'm thinking about your body. Boo baby, I'm thinking about your face. Boo baby, I'm thinking about your body. Thinking about your face. Die heeft dus gewonnen. Dus even kijken welke mensen... Kunnen we ophouden op? Ja, ik vind het goed. Wilde achtergrondkoor zich gemiddellijk, dankjewel, achteraan sluiten. Verdere winnaars, Manhattan Transfer. Robert Palmer, Terrence Van Darby, Gladys Knight en de Beats. En in de categorie rap heeft gewonnen Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Alweer een prince. Okay. We krijgen net een berichtje binnen over Michael Jackson. Hij heeft de eerste tot vrouw omgebouwde aap in zijn
in zijn huis welkom geheten. Het gaat om de 27-jarige achtergrondzangeres Cheryl. Oh. Michael en Cheryl hebben iets. Wacht even hoor, Mario die weet ook iets. Schiet mij iets te binnen, stond vandaag in de krant of gisteren of eergisteren of de dag ervoor. Hij heeft iets met zijn achtergrond, zangeres. Ja, dat is de eerste tot vrouw omgebouwde aap. Hè? Goedemiddag. Is die doorgedrongen? Zullen we even, wacht even. Kwartje valt. We nemen weer even een momentje stil, zodat het definitief door kan dringen tot het brein van Mario. Is het gevallen, het kwartje? Ja. Heb je het afgeleid, joh. Oh, je bent afgeleid. Okay. Goedenavond, luisteraar. Toen geef ik maar even de tijd om in te breken. Mag ik even Een curry kappertje geweest, joh. Ja, lekker, hè? Lekker, hè? Ja. Ik bedoel, het is geen poppie meer nou, hè? Inkel gelijk op tv hier meteen. Okay, mijn naam is Linkel Hoeven, de deur stond open. Kom binnen. Ik ben managing director van bomreizen, snelle reizen zonder bezuin. Bewaking werkt niet meer tegenwoordig. Wij hebben gemeente een plaatje te moeten maken voor de zeg maar, dat je, weet je wel, hoor. Benefit record. Benefits record, ja. We zijn bezig met de bijkant, heb je ook nog ideetje? Wat was uw naam, zei u? Linkeloe. Linkeloe? Ja. En u doet het werk al lang? Nee. U zit ook in auto's? Ik was eerst buschauffeur. Buschauffeur. Maar daar zat ik laat in op een gegeven moment. En, je kent dat wel. Je gaat wat rommelen en zo, hier links en links. En toen werden het plaatjes? Wij hebben ook links en links stereoplaatjes. Waar gaat het geld naartoe van de rechts zit er niet op. Links en links. Okay. Alleen links en links. Yep. Ja. Links, toch geen mono. Rechts vullen. Waar gaat het geld naartoe, Lou? Dat weten we nog niet. We zijn op een klein comité bezig om dat te beslissen. Want hij is nog niet klaar. Maar ik heb wel een bandje bij me. Oh. Je kent het kleine café aan de haven van de Abramwille. Ja. Hey, joh, blij met je poot weer aanspreken. Alles betaald hier. Dat is Mario, is dat. Luister. Want je aardig zijn pizza maken. Onze pizzaman. Heb jij, kan je ook spaghetti maken, joh? Ja, natuurlijk. Dan moet je daar een fijne knoop in leggen en in je neus stoppen, weet je wel. Dan is er een waffel hier, die gozer, weet je wel. Hé, hey, luister, zullen we even luisteren? Ja, maar dit moet ik even vertellen. We hebben de rechten van vader Abraham gekocht. Ja, en hij weet ervan. Ja, hij stond ze gratis af, want... Ja. We hebben een keer een reisje met zijn vliegtuig hier gemaakt en dat liep wat minder ver af. Dus bij wijze van schadevergoeding hebben wij dat schadevergoeding hebben wij dat gekregen. Oké, Lou. Ja, normaal doen we dit soort dingen natuurlijk niet. Het is geen aanmoediging voor andere mensen om ook met een plaatje over te komen. Luister Curry, ik kom alleen maar naar jullie toe. Stenders is dat. Stenders. Ja. Curry is al 14 maanden geleden weggegaan. Curry en Van Inkel. Ja, dat is... Zat jij vroeger ook niet meer de vaarhuis in? Ik? Nee. Ik ben toen nou in de war met Adam Curry. We hebben daar veel medewerkers van. Alfred Lagarde komt er ook. Jongen, niet lullen poetsen, hier komt de plaat. Oké, luister. Oké, wacht even. Zal hem even poetsen, de plaat. Vind je het goed? Slap plaatje is het wel, hoor. Nou, meneer Lou, zullen we maar even luisteren dan? Say ho! Ho! Say ho, party people in the place to be. We are going to make some history. Wat gaat hij doen nu de Wat is er? Er is een bommelding. Waar? Waar dan? Daar in dat kleine café aan de heuvelmaanden. En daar maken mensen van radio en tv. TV? Daar in dat kleine café aan de heuvelmaanden. En daar telt Frits van of van de Sman al niet meer mee. Zo, meneer Loetje. Zwingt dat of niet? Ja, dat zwingt, meneer Loetje. Dat zwingt. Meneer Loe. Wat een eerbied. Nou, wanneer komt hij uit? Wanneer ligt hij in de winkels? Dat is als de bacon klaar is. Als de bacon klaar is. Hebben jullie nog een ideetje? Nou, we hebben waarschijnlijk nog wel een... kunnen wij niet gewoon even een rilletje ontketen hier? Of misschien hebben we dat hierbij al gedaan. Dat zou kunnen. Ja, dat is goed iets verwonderd. Ja, maar uit. Oké. Ik had de gedachte van Dam. Ik heb een beetje problemen met die bommen. We kunnen wel op de B-kant iets over de Dam in Amsterdam doen. Gewoon om het in het evenwicht te brengen. Ja, Amsterdam, Rotterdam, Monnikendam. Ja. Nou, oké, leuke dingen mee doen. Kun je fijne bruinen ook, hè? Dat vind ik ook. Okay. Nou, bedankt voor succes verder met de show. Okay, succes in de autobusiness. Ja. Nou, hoor. Dames en heren, luisteraars. Precies 13 jaar geleden hoor dat hij uitkwam, deze plaat van The Police. Dat heet Roxanne. Hoe kom je aan die wijsheid, Jeroen?
Tom, bedoel ik. Er was een vogeltje in de gang en die vloog dat, die fluisterde dat in mijn oei. Geweldig. Nou, dat is een idee. Lekkere beukennootjes. Dat onthouden we voor over 2 jaar, dan bestaat hij precies 15 jaar. Lekkere beukennootjes. Sorry, hij bedoelt het niet zo, Tom, want wij houden natuurlijk massaal van jou. Absoluut. Eventjes gewoon mee de record show. Een van onze meest gewaardeerde collega's. Het is niet te geloven wat die man in zijn hoofd heeft. Dat bij andere mensen is daar een container voor nodig. Ik bedoel, qua hoeveelheid. dit ontspoort. Help me, Rob, zeg iets. Zo bedoel ik het niet. John Hiatt, het nummer heette Have a Little Faith in Me. Ik moet toch wel een beetje een actie starten natuurlijk, want die plaat die moet gewoon in de Nederlandse top 40. Wat zal ik mensen beloven die kunnen aantonen dat ze deze plaat gaan kopen? Vind ik wel een goeie. Een handtekening voor jou. Ik bedoel, je moet wel iets wat werkelijk waarde heeft. Ik sta niet zo goed genoteerd op de beurs van Hilversum op dit moment. Dus. Nou, wordt er gewerkt. Wordt er gewerkt, dat is waar. Wat kunnen we daar eens weg voor geven? Faith. Jouw vertrouwen. Vertrouwen. Jouw vertrouwen. Ja. Als iemand kan mezelf al aan de radio. Ik zie mezelf nu even als luisteraar. Ik ben nu luisteraar. Ja. Nee, ik weet het. Vertrouwen? Nee, dat moet ik niet hoor. Kijk, dan moet je dus weer iets anders bedenken. Even kijken. Een oorkonde. Even kijken hoe ik hier als luisteraar over denk. Honderdduizenden. Een oorkonde? Wat zijn die dingen nog waard tegenwoordig? Iedereen krijgt een oorkonde. Nee, vind ik dus ook niet goed. Wat zei jij? Ik dacht, je laat jezelf fotograferen met een single. Hoes? Stuurt die op naar Veronica, dan trekken wij er een aantal uit en die mogen of hier komen of die krijgen wat. Of hier, oké. Okay, Nou, die krijgen wat, daar voel ik wel wat voor. Wat dacht je van een stereo-installatie? Nee, zie je wel, dan krijg je dat soort mensen. Een doosje Engelse eieren. Door die mevrouw zelf besmet met de bacterie. Gratis even niets. Oké, okay, je krijgt... Of, nee, ik weet het, een bakje plutonium. Nee, oh, sorry. Goed, dit gaat te ver. Oké, okay, ik weet het. We lossen meteen een probleem op als we dit doen. Ja. Je krijgt gewoon een fles drank uit de voorraadkast van Marcel van Dam. Wow! Dan is hij meteen van zijn probleem af. Ik bedoel, moet toch kunnen. Goed, hè? Dat, ja, dat zelf getekend. Zelf getekend. Dat is mijn project. Schattig. Ja, ik heb altijd de kunstacademie willen doen. Ja, ik zit nu een getekend hoesje van mezelf te bekijken. Nou ja, het is een liedje uit 1972 of zo. En hoe oud was ik toen? Ik ben leven nu in 89 en ik ben geboren in 65, dus dat moet uit te rekenen vallen. 11. Nou, ik meer ernaast zit hoor. Dat was een gokje. Het was een gokje. Are you my baby? No! Wanneer Elise, maar ik bedoel, mooie sierletters en zo, daar kan je wel wat mee doen. Later zal ik exposeren als ik dood ben. En dan zal het nog veel geld opleveren, deze flauwekul. Goed, hij is gearriveerd. Ha, die Ben. Goedemorgen. Waar ben je geweest? Qua laat. Oh, onderweg. Ja, precies. Geen escorten. Of eigenlijk op de weg. Op de weg. En hoe laat ben je vertrokken? Dat moet je niet zeggen. Oké. Okay. Het is, nou, het kan nog makkelijk, joh. We zitten 12 minuten voor het moet al wel doen zijn. En we hebben ook nog een slaapverhaaltje. Volgende keer komt hij gewoon een countdown café dan. Oké, ik vind het goed. Alfred. Hey, maar je ziet er een beetje, ik zal het heel voorzichtig formuleren, zo ben ik dan ook alweer. Een beetje zo van, ik kom net van de bank waar ik toevallig in slaap gevallen ben, of niet? Nee. Oké, okay, nou vooruit, wat jij wil dan. Ben Librando, à la Experimento, The Art of Noise, en nummer heet Paranomia. Nou, het is weer zover, we moeten weer bijna in slaap gaan vallen. Betekent dat we nog de oplossing moeten doen van één vraagstuk. Wat moeten vrouwen doen om bij Prince in de band te komen? Het antwoord op deze vraag is een eitje kunnen bakken. Nou, dat is alles hoor. Echt waar. Wat was de tijd nou eigenlijk ook alweer? De tijd? Mm-hmm. 2:27. Mm-hmm. Oké, okay, dat wist ik niet, ik dacht 47. Ja? Zijn de voorbereidingen klaar voor het slaapverhaal? Helemaal klaar. Helemaal klaar. Ja. Oké, okay, dan doe ik nu mijn ogen dicht. Hou ik mijn snaveltje toe. En zo komt er ook voor vanavond weer een einde aan het bijzonder populaire radioprogramma Stenders en Van Inkel. Dankjewel. Hou op met die herrie! Yeah. Ondergetekende producties presenteert... Stenders en Van Inkel, slaaptherapie. Onder auspiciën van dokter Freud. Slapeloosheid is een probleem waar velen van u last van zullen hebben. Collega dokter Zelnerust geeft u enkele vruchtbare tips.
ben zo moe. Zo ontzettend moe. Ik wil zo graag slapen. Zorg dat u slaapt in een ruime, goed geventileerde, opgeruimde slaapkamer. Een slaapkamer moet u zo steriel mogelijk houden. Niet te veel drukte en een goed bed bevorderen de nachtrust. Zorg dat u zonder veel stress onder de dekens kruipt. Problemen die u overdag opspaart, komen anders 's avonds, als u hoort te slapen, naar boven drijven. Probeer u zelf aan een strak slaapschema te houden. Ga op tijd naar bed, maar wat net zo belangrijk is, sta op tijd op en probeer de hele week een beetje rond dezelfde tijd te ontwaken. Een borreltje of een glaasje wijn voor het slapen gaan kunnen voor een goede nachtrust zorgen, evenals een glas warme melk. Dranken als cola, koffie en thee remmen de nachtrust juist. Lichamelijke oefeningen, zoals u dat bijvoorbeeld op een home trainer kan doen, zijn af te raden. Evenals het nuttigen van een zware maaltijd. Het eten kan dan namelijk nooit op een goede manier verteerd worden. Ik heb wel eens behoefte aan iets anders. Echte slaaptherapie. Ook seks voor het slapen gaan kan heel ontspannend werken. We wensen je voor straks, na de lange, oh wat een Veronica-nacht, wel te rusten. Good night, sweetheart, when it's time to go. Good night, sweetheart, when it's time to go. I hate to leave you, but I really must say, oh, good night, sweetheart, good night. Dag, rust dan maar allemaal. Staat op de latten. Vandaag komt Veronica live uit Winterberg in het Sauerland op 700 meter hoogte. Met de skigebieden Bremberg, Hello en Poppenberg. Veronica en de sneeuwpopdag 89. Nog 10 seconden. De laatste hobbels zijn rechtdoor door de finish. Veren, veren. Fantastisch ging dat. Dat geht so. Diederdom, diederdij, is daar nog een plaats als vrij? Een volle vrijdag lang. Radio Veronica op 3. Kom maar hoor, ja. Met het weekend voor de deur. Met het weekend en pakken sneeuw. Ja, openmaken in de Stenders en Winkel. Goedenavond. Stenders van Winkel. En dit is de nieuwe alarmschijf. Oh, oh, oh. Oh, Paula, wat doe je met ons? Met je straight up. Oh, oh, oh. Niemand zingt zo lekker als Paula met straight up. Het wordt vannacht plaatselijk mistig. Temperatuur daalt tot plusminus 4 graden Celsius. Weinig windkracht 3 of minder. Winterberg temperatuur is 1 graad precies. Weet je ook nog hoeveel het in Nederland is ongeveer, of niet? Nee. Helemaal niet. Geen flauw idee, maar we zullen zo eens even intergalacticaal communicatie houden met Hilversum. Ik vind het een goed plan. Volgens mij is het daar gewoon veel warmer. In Hilversum? Ja, dat is toch absoluut uniek. Je kan gewoon zeggen dat het in Hilversum veel warmer is deze keer. In Nederland is het gewoon warmer. Ja. Dat vind ik toch wel, wel iets unieks. Ik kan niet vinden, waar staat het? Wat is er nou? Oh, je hebt wel wat... Hij heeft wel actueel weer, hoor. 4 graden Celsius. Ik heb een splinter in mijn rug. Hoe komt dat dan, joh? Dat weet ik niet. Je moet uit je rug hoesten, of niet? Nee, dat niet. Okay, nou. Gewoon puur overigens, degene die eventueel glupper wilde worden vanavond, dat kunnen we helaas niet doen. We zitten in Winterberg met de Stenders en Van Inkel uitzending. En het worden van glupper is erg difficult wat dat betreft. Maar gelukkig hebben we hier wel een aantal mensen zitten. Dus ik denk dat ons ledenbestand vanavond nog wel kan stijgen. We hebben straks live muziek. René Vroger, Leon de Graaf. Kortom, de sneeuwvlokjes. Het is vreselijk poison, every rose is a thorn. Ja, 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 het is allemaal wel weer ja, een beetje aan de kant daar. Hè? Die vreselijke popmuziek altijd. Het is koud. Waar blijft René Vroger nou verdooi? Ik wil gewoon René Vroger. Kom hier voor René Vroger. Hé, hey, die gaat dadelijk optreden. Buffen. Ja, met Leon de Graaf. Met Leon, oh, ja, die ken ik nog van vroeger. Oh, wat gitaar speelt hij. En wat een stuk in die snor, hè. Die snor. Oh, prachtig. Ja, dat komt uit. Oh, trouwens, we gingen van de week dus been over breek mee naar Winterberg, beste luistervrienden. Ja. We hebben nog been over breek onze eigen gebreide skikleding aan kunnen trekken. En wat onze mannen trouwens prachtig vonden overigens, hoor. Echt helemaal dol waren ze
op onze skikleding? Nou ja, mijn Jan was toch niet helemaal happy dat ik alleen wegging. Nee, maar je had toch ook helemaal niets onderaan gepreid, vind je het gek? Nee, nee, dat is natuurlijk waar. Daar kreeg ik ook al commentaar van de plattelandsvrouwen uit Zuid-Knollendam. Ja, want gelukkig hebben zij een bus tot onze beschikking gesteld, zodat wij gewoon met die bus deze kant op konden. Nou, ja. Met die jongens van Veronica mochten we niet eens mee met dat drank- en drugsgebruik. Overigens, als je nu luistert, Buf, ja? Hoor je al een beetje René? Oh, René! Oh. Nou, we komen dus eigenlijk gewoon voor René. We moeten gewoon opschieten. Want ja. We willen gewoon naar René kijken. Ik wil even de groeten doen nog. Want dat kan. Nou, ze zijn allemaal zo leuk thuis. Ja, ook even de groeten doen. Oké, okay, Ambert, Sjaan, Truus, Mientje, Carla, Pietje, Pervintje, Pernietje, Pesintje, Perlientje. Ja, dat is één grote familie. Die vergeet Beppie. Beppie vergeet je. Natuurlijk. Het zo. Wat Beppie weer boos. Oh, Beppie. Oh, Beppie natuurlijk met al haar kinderen. Zo hartstikke gezellig. Hallo, Buf. Gewoon een beetje ter zake komen. Aan de kant. Nou, we zijn hier ook speciaal gekomen om op de radio te komen. Ja, ja. En, weet je, ja, maar het is gewoon zo dat als wij met het programma bezig zijn, is het leuk als jullie bij zijn, maar jullie hoeven niet speciaal te komen, hoor. Dat is een beetje anders. Ja, maar we kunnen jullie ook niet zo missen. We kunnen jullie ook. Hey. Nou, bedankt voor jullie komst, Buf. Buf. Dag, Buf. Ja, dag, dag. Zo denkt René Vroger dus. Stenders en Van Inkel. Mijn naam is Jeroen van Inkel. Ik heet Rob Stenders. Ja. Zijn we goed ziek van. Lector et Orgasmus. Veronica, morgenavond op tv gaat helemaal naar Den Haag. De mooiste stad achter de duin. De clubkids brengen een bezoek aan de jeugdafdelingen van de grootste politieke partijen. Er wordt je uitgelegd waarom Den Haag een echte modestad is. En de kids volgen een dag aan het Haagse Conservatorium en ze gaan naar Scheveningen. Club Veronica over Den Haag. Morgenavond om 17:15 bij Veronica op tv. Je moet er naar kijken. Kijken, mosje. Hey, allemaal hippie! Alive! Uit Winterberg! Zo. Ik voel me altijd net een ridder als deze plaat voorbij komt. Een ridder op een wit paard. Stenders en Van Inkel met de Hollies en Man Without a Heart. En de Buffen die zijn inmiddels vertrokken, want die staan in het zaaltje hiernaast. Want daar gebeurt weer iets heel anders op dit moment. En daar staan de sneeuwvlokjes. Leon en René, dames en heren. We zijn er trots op. Yes, you know it's true. I hope you need my love, babe, just like I need you. Oh, hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe, 8 days a week. Oh, yesterday, all my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Got me spinning around and round and round, around and round, and round it goes. Where it stops, nobody knows. Abracadabra, I wanna reach out and grab ya. Yeah, yeah, yeah. Oh, lekker, 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 lekker. Leon en René, and I wanna reach out and grab you. Dat is wel een hoogtepunt, het einde van deze, hoor. Wat we nu voor u willen gaan doen, dat is een nieuw nummer. Zullen we dat onderdelen? We hebben pas ingestudeerd met z'n tweeën als het duo los financieel was. En wij gaan het nummer doen. Winter in Winterberg. Kent u dat? Yeah! Gaat ongeveer zo. The harbor's misty in the morning light. Oh, how I miss December. The friendship penny opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the oven. I suppose she's still there. Here we go!
sun. Winter in Winterberg is cold. Yay! And I just keep growing over. I wish I could have known yet of a love to leave love and love alone. Geweldig, prachtig. Winter in Winterberg is cold. Ik ben benieuwd hoe dat er in het Duits klinkt. Stenders. Thank God it's Friday! Van Inkel. En daar kwam een Indisch mannetje aanlopen en hij zei... Jouw kontoet bouwt de lor, boezoek. En dat betekent? Jouw windje ruikt naar wat je gisteren gegeten hebt. Stop this crap! Trouwens, een sensationeel bericht in de Chinese pers. Het klinkt raar, maar we lezen ook Chinese kranten... Rob en persoonlijk ondergetekend ikzelf. Het gaat over een nieuw soort stoel wat is gemonteerd in de Chinese voertuigen. In dat nieuw soort stoel, die schuil gaat onder de naam trilstoel, wordt het achterwerk van de bestuurder gemasseerd volgens oeroude beginselen van de acupunctuur. Het stond in een kolom in de Bangkok Post. Dit is om ongelukken te voorkomen. Dus als je dan je achterwerk gemasseerd wordt... Dan... Hoor je een beetje... Dan ga je zo... En dan gebeuren er minder ongelukken. Een beetje uitkijken, straks hebben ze in Bangkok geen economie meer als het zo doorgaat. Ze hebben in Bangkok ook iets anders niet wat we vandaag en normaal tijdens de andere uitzendingen niet hebben. Dat is namelijk ijle lucht. En hebben sommige mensen al last van ijle lucht, merkbaar? Absoluut. Ik heb al een aantal mensen gezien die zeer ijl zijn. Nou, dat was wel een verrassing. Absoluut. Dat hadden wij dus niet verwacht. Wij gingen hier naartoe en we hadden al veel meer platen geprogrammeerd. En zelfs dus live artiesten meegenomen, omdat wij dachten... nou, die minimixer zal wel niks van komen deze keer. Maar jawel hoor, gewoon vanuit Nederland. Hey, Ben. Goedemiddag. Is dit Ben al Maldena. Hoe is dat nou, jongen? Hoe is dat nou, waarom ben je niet hier dan? Ik bedoel, dan had je wel even een stukje door kunnen rijden. Ja, zelfs met mijn snelheid lukt het me niet om zo vlot in Winterberg te komen. Hé, hey, we vinden het te gek dat je eraan gedacht hebt. Ik vind dat wel heel erg goed. Hoe is het sneeuw daar? Wit nog steeds? Ja, wel. Er ligt sneeuw, ja. Maar in Nederland maken we daar huizen van de sneeuw die hier ligt. Stevige muren bouwen we ervan, Ben. Ja, je ziet meer mensen schaatsen als skiën. Ja, je zou het haast wel kunnen zeggen. Maar het is wel reuze gezellig. We gaan straks nog even met z'n allen zingen, dus ik zou gewoon even in de studio blijven hangen. En of in ieder geval naar de radio luisteren, Ben. Komt voor elkaar. Oké, okay, hey, en bedankt, hè. Tot volgende week. Houdoe. Zullen we hem dan doen? Ja. Onze speciale verrassing, dames en heren. We hebben voor u meegebracht. Stenders en Van Inkel, Trendy Kick, Ad Interim, Sneeuwpopdag, Flip 9. En we beginnen met nummer 9. Like a Rolling Stone van Bobslee Dylan. Op nummer 8 hebben wij Small Town Boy van The Bronze Ski Beat. It's Snow or Never, Elvis Presley op nummer 7. Op nummer 6, I Only Wanna Ski With You van Dementa Fox. En op nummer 5 in de Flip 9, Skiing With You van Smokey Robinson. Nummer 4, daar staat de Buffalo Schans van Ga Maar Naar Beneden, nee, Sherry. En op nummer 3, I Can Ski Clearly Now van Ski Towers. Op nummer 2, Something Inside So Strong van Labi Skifre. En op nummer 1 in de enige lijst die zo indrukwekkend is dat hij niet afgedrukt hoeft te worden, staat Mankenelis en Kleine Rodeljongen. Veronica blijft op zoek naar nieuw Nederlands talent in de sterrenjacht. De waarschijnlijk nieuwe single van China is dan althans de derde single, die heet Follow My Rainbow. En ook op vele verzoek, bedoel niet alleen de serie die herhaald wordt bij Veronica op de televisie, maar zelfs op de radio. Want hier is een fragment, dames en heren, jongens en meisjes, uit Miami Vice. Tot zover een klein fragmentje uit Miami Vice en het dramatische einde. Absoluut. Dan is het nu tijd geworden om de braadworst van het jaar te verkiezen. Kandidaat nummer 1 is een brandweerman. Zijn naam is Divisiegraat en hij komt uit Ermelo. Hij liet van de week de aardappelen van zijn vrouw aanbranden. Kandidaat nummer 2 is mevrouw Beers uit Assen. Ze kwam er te laat achter dat de magnetron niet gebruikt kan worden om de natte vacht van haar Yorkshire Terrier weer te drogen. En de derde en laatste kandidaat is de heer Negastoelen. Hij heeft geprobeerd zijn butagasfles, in dit geval gelukkig zonder inhoud, om te bouwen tot een semi-art deco stereo meubel. Wie van deze drie super intelligente
intelligente kandidaten is de braadworst van het jaar geworden. Dames en heren, het is geworden mevrouw Biers en haar Yorkshire Terrier. Ze maakt het goed uit Assen. Oké. Please release me. Hij staat daar, dames en heren, jongens en meisjes, op het podium. René Vlogers samen met Jeroen van Inkel. Yo, oh, 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 oh. Oh, oh. Yo, oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ken je nog meer letters uit het alfabet? Ja, 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 ja. Het is zo direct de bedoeling dat jullie allemaal op de maat meeklappen. Met de kan handen dat of niet? Als in linkerhand op rechterhand. Ja. Klap. Klap. Het nummer heet Een Eigen Huis. Nee hoor, het heet officieel Alles kan een mens gelukkig maken, maar dat maakt ook niet meer uit. Ik zou gezellig, we zitten er nog niet in, hè? Jawel hoor. Zitten we er al in of absoluut, niet? Ja. Zitten we er al in? Ja, joh! Wat is dit voor een uitlating, René? Zitten we er al in? Ja, jongens, laten we even lekker gezellig de handen op elkaar pakken. 1, 2, en 1, 2, 3, 4, 1, 2, en 1, 2, 3, 4, 1. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat gebrek aan honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mooi gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog over spijt gaat. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Nee hoor, het is hier helemaal niet druk. Hoe kom je daar nou uit? Was de nieuwe alarmstand. Waar is die? Wie heeft hem? Wij. Wij hebben Madonna. Woensdag voor het eerst op tv. Like a Prayer. Madonna in Countdown. Madonna. Woensdag voor het eerst op tv. We gaan de zaak besluiten wat betreft het live zinggedeelte met de absolute Stennis en Van Inkel Meesing song You've Lost That Love and Feeling. Wow! And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard to show it, baby. But baby, baby, I know it. You've lost that love and feeling. Oh, that love. In de speciale Meesing-versie. Stennis van Inkel, de hele tent hier in Wintelberg. René Vroger, Leon de Graaf. Allemaal zongen zij You've Lost That Love and Feeling. Weer terug in Wintelberg. Misschien de volgende week. Het was zo leuk hier en we willen weer terug. Maar good night, sweetheart. Good night. Dag allemaal. Bye, en welterusten. Bye. Georgie Davis en Peter Douglas gaan elke week naar de schoonheidsspecialist. Maar dat is toch wel te zien ook? Sprak hij relatief in. Aan een bankrekening, want het wordt elke keer minder. Zo direct hebben we nog even een onderzoek over het brengen van een bezoekje aan de disco. Of dat nou wel of niet schadelijk is voor je gehoor. Gynaecoloog. Een onderzoek. Manco Boemie
is van de week gekroond tot de nieuwe sultan van Yogyakarta. Het is zo dat hij 43 jaar oud is. En hij gaat schuil onder de naam. Zijn officiële naam laat voortaan Hamemkubuwono de Tiende. Aha, dat is mijn buurman. Die is blijkbaar verhuisd en die heeft het nog gemaakt. Daar is toch wel leuk voor hem. Ja. En volgens mij kan die man goed koken ook. Dat denk ik ook, ja. Als ik zo zijn outfit hier zie, denk ik dat hij een waanzinnige rijsttafel kan bereiden. Deze nieuwe sultan. Dat er nog sultans zijn, hè, tegenwoordig. Ik heb trouwens een nieuwe woning, zoals je weet. Ja. Dat komt er heel goed uit. Ik heb namelijk ook een soort Indisch... ik wilde gewoon een Indische inrichting. Dus vandaar dat ik wat rijsttafels gekocht heb. Het zit lekker, hè, rijsttafels. Ja. Het zal nu net het moment zijn dat je uit de douche komt lopen. Je haren zijn nat, je hebt gedoucht. Je bent van plan vanavond te gaan stappen. En je pakt de föhn en je zet je radio nog even eraan. Bij aan, ter begeleiding. Je hoort dit. Foreigner. I don't want to live without you. Het gaat niet over je föhn. Het is Stenders en Van Inkel. We zijn er tot 10 uur met uiteraard nog de minimix. Een herhaling van een andere mix die we al eerder hebben uitgezonden. Wegens drukke verhuiswerkzaamheden van Ben Liebrand. Maar het is wel een mix waarvoor heel veel verzoeken binnen waren gekomen om die nog een keertje te herhalen. 15 over. Roxette. Een beetje wat al vele singles heeft uitgebracht. Ze komen uit het hoge noorden van Europa, oftewel Scandinavië. Uit welk deel komen ze precies ook alweer, hoor? Ja, dat weet ik natuurlijk wel. Dat is uit Noorwegen. Absoluut. Zei hij zelfverzekerd. Alsof hij het echt zeker wist. En mocht dat niet zo zijn, dan komen ze zeker uit Zweden. En als ik daar nog een klein foutje in maak, dan kan het haast niet anders. Dan moet het uit... Nou, het maakt mij allemaal helemaal niks uit. Want ik ga naar Frank Sinatra. Ja, ik ook. Ik kan me niet schelen dat die mensen uit Wij gaan gezellig naar... Roxette, wat is dat nou? Frank Sinatra? Precies. Start spreading the news. We're leaving today. Ja, we kijken er heel erg naar uit. Ja, weet je, ik heb er dus 4 jaar voor gespaard. En het was zo duur, die kaartjes. Ik heb 2200 gulden moeten neertellen. Dus dat betekent dat ik even mijn huis niet meer in kan. Ik heb moeten onderverhuren. En jij, Buf? Ik heb dus een driedubbele hypotheek nu lopen op het huis. En ik moet dus inderdaad is er wat, Buf? Nee hoor, ik verslikte me even in de champagne. Ik ben vast aan het oefenen met champagne drinken. Oh ja, voor aan het tafeltje. Ja, als je naar Frank's kruis kan kijken. Ja. Want ze zit natuurlijk zo dichtbij dat je eigenlijk niet zijn gezicht ziet, maar zijn kruis. En daarom hebben we zo'n VIP-tafeltje geregeld. Want we willen natuurlijk graag naar het kruis van The Voice kijken. We kijken of die nog steeds zo bewegelijk is als ten tijde van... Strangers in the night. Keep falling on my head. Strangers in the night. Nou. Ja, dat wordt een hoogtepunt uit ons leven. Heb je ook gehoord wie de orkestleider is? Tony Eijk misschien? Ja, Tony Eijk. Echt waar? Ja, jij stond deze week weer met zijn racefiets. Weer met zijn racefiets, hè? Ongelooflijk, hè? En dan staat hij in zijn pakkie in de huiskamer. Ik vraag me echt af wat zijn vrouw ervan vindt. Ja, zijn vrouw El namelijk. Dus, ja, zo heet ze van achteren. Oh, hoe heet ze ook alweer van voren? Miesje El. Oh. Tony Eijk en Miesje El, samen de familie Eijk El. Ja. Ja. Nou, en... Dat zijn ze. Gezellig stel. Maar zouden zij nou ook dirigeren bij het Nationale Songfestival vanavond? De familie Eijk-El. Nou, dat denk ik niet. Ik heb me laten inlichten door Linda. Ja, onze mol. Onze mol die vanavond het programma aan elkaar presenteert. En dat is niet het geval. Weet je trouwens hoe zij aan haar achternaam komt? Nou, nee, maar dat komt vast iets vreselijks. Nou, haar ouders hebben vroeger in het verzet gezeten, begrijp je, ondergronds. Dus vandaar... Ach, natuurlijk. Straks heb ik gehoord in dit programma het winnende liedje van het Songfestival. Ja, ze weten nog niet wie het is natuurlijk, want zo'n doorgestoken kaart is het nou ook weer niet. Wat heb jij gegeten vanavond? Hoezo, ruik ik? Het ruikt een beetje naar vis. Oh, sorry. Nou, zal ik me even een beetje omdraaien? Ja. Oh, dat is veel beter, dames. Dank u. Weet je wie er allemaal meedoen, Buf? Nou? Nou, daar zijn... Ik zal ze even opnoemen. Ik heb toevallig toch de Avrobode, waar we toch al jaren lid van zijn. Ja, daar zijn we al jaren enthousiast lid van. Brian Well doet mee. Full Collar. Wie? Brian Well en Full Collar. Oh! Helen Marshall. Ja? Gina, The Sisters, Two Hearts, Juni en Mandy. The Ballroom Blitz, de nachtprinses van Gerald Borst. Nou, die zal niet winnen, denk ik, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Angelina van Dijk. Ja. Justine Pelmelee. Pam Dubambam. Met Lama Dama Doendan. Nou, gezellig. Ja. En Shanna met Wacht op mij. En er schijnt nog een geheime laatste inzender te zijn. In kaart die
dankzij de stichting Konamus nog meedoet. Ja, ik kan het ook allemaal niet zo goed uitspreken. Hoor. Dan in die laatste act, daar verwacht men veel van. Die laatste act voornamelijk? Ja, en ik denk dat dat nog wel langskomt. Want dat gaat winnen, denk ik, Buf. Wat de denk laatste jij? Act. Denk je dat die Stenders en Vrinkel dat ook nog draaien? Ik denk het wel. Ja, ja. Ik denk het wel. Okay. Hey, maar we moeten opschieten hoor. Laten we weggaan, want ik wil hier niet langer blijven zitten. We hebben nou al lang genoeg onze mond gehouden. Aan de kant. Ja, we gaan weg nu. Aan de kant, want het is nu tijd geworden voor... Rob, hallo Rob. Rob. Ja, ja, ze zijn weg, ja. Vreselijk. Leuk, hè? Dus we hebben hier een televisiekamertje geregeld. En met het Songfestival hebben we waarschijnlijk de rest van de uitzending geen last meer van Buf en Buf. Heb je je saxofoon meegenomen? Ik heb mijn saxofoon meegenomen. Pak hem even uit. Haal even diep adem. Oké. Okay. Ja, dat doe je lekker. Tony, jij kan jaloers zijn. Heeft het ook een keer geprobeerd. Hij heeft geblazen op het stuur van zijn racefiets. Toen kwam er iets uit in de geest van... Je hoort alleen maar Koga, Miata, Miata en verder niks. Het is vandaag 15 jaar geleden dat luitenant Hiro Onada het Japanse leger het verzet opgaf. Hij zat op een afgelegen eiland ergens op de Filipijnen en kwam af en toe de jungle uit om een schot te lossen voor Hirohito. Hij ging weer een schot. Hij dacht dat de oorlog niet af was gelopen. Hoezo, een schot? Je had het toch over Japanners? Oké. Okay. 20 jaar geleden Donovan een nummer 1 hit in Nederland met Atlantis. En vandaag, 10 maart 1989, neem ik straks om 10 uur afscheid om af te reizen naar de Big Apple. Start spreading the news. We're leaving today. Start spreading the news. The Voice komt naar Nederland. En op 24 maart geeft Veronica 3 kaarten weg, waaronder 2 VIP-kaarten. Vital Important prijswinnaar. Let op, het gebeurt op 24 maart. En win een ereplaats bij Frank Sinatra. The Voice, win de kaarten bij Veronica. Wie is de populairste zanger? Zangeres, groep. De stemmen zijn geteld. Veronica's Popol 89. Woensdag uit de studio van... David Lee Roth. En hij zat er als een pitbull achteraan, achter de California Girls. Over girls gesproken, heb jij deze week de Pin Omhoog Club gezien? Nee, die heb ik gemist deze week. Die heb je gemist. Baal ik van, want dan er zat weer wat in. Zeker, dan heb je een zeer spraakmakende Pin-Up Club gemist. Want soms, ik bedoel niet altijd hoor, maar soms heeft het de erotische uitstraling van een dicht telefoonboek. Maar vandaag, althans afgelopen woensdag, was het even wat anders. De uitstraling van een open verjaardagskalender. Dat kan je wel stellen, ja. Deze dames die hadden namelijk besloten, gezamenlijk als een soort naaikrantje, maar dan een zeer alternatief naaikrantje, ja, om rubber aan te trekken. Nee, niet dat soort rubber, wat wij wel eens proberen te trekken, maar ander rubber. Ander rubber. Ander rubber. Waar ook autobanden van gemaakt worden. Nou, dat weet ik niet hoor. Maar, oh, wacht even, zo'n glimrubber. Zo'n glimrubber, ja. Dun, zwart meestal. Een beetje rood ook af en toe. Ook rood. Vreselijk hoge laarzen en zo, je kent dat wel. Wow. Allemaal dat je zegt van, toch wel zeer pittig. Ja. En wat was nou het leuke? Ik zat de dag daarna bij de persdienst beneden. En al die mensen, vrouwen voornamelijk, die belden dus allemaal op met de mededeling. Dat willen wij ook dragen. Dus als jij straks terugkomt uit het verre Amerika, ja, dan weet jij niet meer wat je ziet qua straatbeeld. Alleen maar vrouwen in rubber. Thank God it's... Somebody to love. De Blues Brothers. En ik weet zeker dat ze er gestaan hadden. Als ze tenminste allebei nog geleefd hadden. Hey. Op vrijdag 21 april gebeurt het weer. Hey. Op vrijdag 21 april gebeurt het weer. Hey. Op vrijdag 21 april gebeurt het weer. De rechtstreekse radio-uitzending en de tv-opname van Goud van Oud Live vanuit de Amerika Hall in Apeldoorn. Met onder andere The Sweet, The Blue Diamonds en The Monkees. The Searchers. Sweets for my sweet. Sugar for the Dizzy Man's Band. Yeah. En Peter en zijn Rockets. Kaarten verkrijgbaar aan de kassa van de Amerika Hall en bij alle VVV bespreekbureaus. 21 april, Goud van Oud Live. These are the things I can do without.
Songfestival. Wow! Harde emoties? Harde emoties. Net als dit met Shout. Shout. Let it all out. Nou, shout, shout. En onze baas heeft erop uit. Dat was Tears for Fears. Als je af en toe dit hoort, dan kijken we naar het Songfestival. Dat is hartstikke interessant. Heb jij al een beetje gevolgd, Jeroen, of niet? Ik probeer het te volgen, maar ja, het is moeilijk te volgen zonder geluid. Bovendien hebben we een televisie die af en toe uit zichzelf op een ander kanaal springt. Ook de tv protesteert, vrezen we. Maar we hebben net Lamedamedan, zoiets gehad? Van Doe Maar Bam 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 Bam, Twam Twam. Lamedam, Van Bam de Bam Dam. Oh, die komen nu. Die komen nu. Zie je? Ik zit er ook helemaal niet toe. Overigens, Treintje en Jelly uit Leeuwarden, die krijgen de groeten van Patrick. Dat moest ik nog even doorgeven, voordat ik het spreek. Ik heb hier een hele lijst van groetjes uit Winterbergen. Wil je dat ik dat nu doe, Rob? Ik vind het goed, joh. Dan ga ik ondertussen even een kopje koffie zetten. Oké, okay. Janeska en Lisa Bibianne aan de afrit De Meren. Wat dat betekent, weet ik ook niet. Ze hebben het vorige week opgeschreven. Ik ben eigenlijk vergeten wat dat betekent. Ze doen de groet aan de familie Surlender. Aan Yvonne die thuis op de hond past. Frans de Witte Houten en Richard en Jeannette. Men vraagt en wij draaien niks. En binnenkort zal Jeroen van Inkel een nieuwe carrière starten als Erik de Zwart. Met Veronica, goedenavond. Met Ellen. Dag Ellen. Hoi. Dag Ellen. Leuk dat je even hebt besloten te bellen.